Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Ja, welkom allemaal en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering. Ik weet het nog goed, het was 2004 en ik stond als puberjongen met rode wangjes in de kiosk door een tijdschrift te bladeren. Het was mijn eerste kennismaking met FHM en onze gast, stond, onze gast van vandaag stond in een hele uitdagende pose op de cover te shinen. Destijds was ze nog een sopie bij GTST, maar in de twee decennia die volgden schoot ze het tot bestseller auteur, succesvol ondernemer... En als enige oma in de FHM 500. <laughs> nou kunnen wij altijd wel wat motivatie gebruiken voor een killer buddy. Dus mag ik het horen voor Faya Laurens. Mm, nou, wat een leuke introductie. Ja, nou. Dat, en ik uh... ben echt het meest trots op dat ik oma ben. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. ja enige oma in, in de FHM 500. En dat op 42-jarige leeftijd. Ja, en als nummer 12 nog. Ja, dat ook dat nog. Verbaasd. Echt, echt in de top hier, uh, <laughs> ja. hier, 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 hier lig je. Ja. Ja. Mooi. Heel mooi. We hebben net ook nog even je cover bekeken vanuit 2004. Ja, dat was een mooi cover. Dat, die, die heeft toen heel veel stof doen opwaaien. Ja. En uh, mensen weten nog steeds van die cover. Ja. Het was uh, zo'n FHM die volgens mij twee maanden in de winkel lag. En had uh, 74.000 exemplaren verkocht. Zo, ja. Dat was toen best wel veel. Het was toen de best verkochte nummer ooit, geloof ja, ik. Ja. ja, dus dat was wel mooi. Ja, ja. heel mooi. Zeker. Een kleine verandering inmiddels, Dat ja. betreft mijn lichaam, maar uh, ja... Ja. Dan, ja, wel leuk. Ja, heel leuk. Hey, we nemen deze um, podcast die, daar beginnen we altijd mee met jouw cv door te nemen. Mm -hmm. Dus wat is jouw volledige naam? Faya Hanna Nicole Laurens. Mooi. Uh, ja, en uh, wil je heel de rest van mijn cv ook meteen weten? Of? Nee, brandlos. Ik ben 42 jaar, geboren op 3 juli. Ik heb de middelbare school niet afgemaakt. Ik heb het gehaald tot de tweede klas van de middelbare school. Toen was ik 16 en uh, ik had het heel moeilijk op school. Dus toen zijn we naar leerplichtambtenaar gegaan en hebben we vrijstelling gekregen voor mij, omdat ik wilde gaan werken. Toen ben ik begonnen mijn carrière als uh, girl in de beachclub in mijn bikini achter de biertubs ja. en flesjes uh, breezer verkopen. horika, uh, ook restaurant nog een paar keer gedaan. Uh, toen ging ik feesten geven en al snel kwam ik in goede tijd-slecht tijden terecht, ja. op mijn 21ste. Nou ja, toen heb ik een paar series gedaan. En toen ben ik eigenlijk al vrij snel gaan ondernemen, omdat ik niet afhankelijk wilde zijn van een regisseur die mij wel of niet goed genoeg vond. Ja. En uh, vanuit het ondernemen ben ik een boek gaan schrijven en toen ben ik nog meer gaan ondernemen. Toen mijn boek op nummer 1 binnenkwam en 74 weken in de top 60 van best verkochte boeken stond, had ik natuurlijk heel veel mensen die aan mij vroegen wat een kasseïne shake. Want dat stond mm -hmm. in mijn boek dat je dat moest nemen. Toen dacht ik, ik moet mijn eigen supplementenlijn beginnen. Ja. Die ben ik toen begonnen en inmiddels lig ik in 2000 winkels in Albert Heijn, Jumbo, Spar, Hoogvliet. Nou, check. Uh, we, ja. we zijn er doorheen. Dat ja. was een hele korte podcast. <laughs> <laughs> nee, ja, dat ja. was eigenlijk dat is in een notendop jouw, uh, jouw hele CV en, uh, en carrière. Um, ja, je hebt al heel veel, uh, heel veel vragen beantwoord die ik normaal gesproken stel. <laughs> maar um, laat maar met een andere vraag uit het cv start. Wat voor auto rij je? Uh, Een Porsche Macan. Oké, okay, mooi. Ja, ik zou wel een nieuwe auto willen, maar ik vind het nu niet mijn prioriteit. Ik merk dat um, als je een bedrijf wil laten groeien, dan gaat al je geld daarin zitten. Mensen denken allemaal, je hebt het al gemaakt. Maar snappen niet dat je eigenlijk continu een cashflow tekort hebt. Ja. Uh, als je wil groeien. Dus dat is best wel goochelen met geld. Mm -hmm. Voelt ook niet altijd heel erg prettig. Ja. Ook omdat ik het helemaal alleen doe. Uh, geen, uh, ik heb geen investeerders of zo. En um, ja, daar heb ik ook wel de afgelopen jaren best wel wat, uh, wat stress van gehad. En dan weet ik, er komt een betere tijd aan. Ja. weet je wel. Maar nu is het gewoon echt even keihard knallen. En alles wat je hebt, gaat er weer terug in. Ja. Dus een auto is niet mijn prioriteit. Maar als het. Uh, als ik mijn bedrijf heb verkocht dan uh, dan ga ik wel een mooie nieuwe auto kopen of zo ja zeker dan moet je jezelf <laughs> ook uh, absoluut belonen ja um, uh, ja wat wat zou je nog willen toevoegen aan je cv uh, een beetje vals spelen maar dat ga ik ook doen een theatertour een theatertour ja met mezelf ja <laughs> lekker, is... lekker narcistisch ja heel goed <laughs> nou uh, dit is oktober, hè? komt dit uit? Of komt dit eerder? Ja, uit? september, oktober. Ja, daar kan ik nog niet alles vertellen. Ik kan nog er niet alles over <laughs> zeggen. Maar, in ieder geval, maar er zijn plannen. Ja, er zijn plannen. En uh, ik ben plannen. iets heel leuks aan het doen, meer wat, wat, waar ik heel goed in ben ook. Ja, acteren. Uh, uh, nou ja, dat... Of het is eigenlijk niet echt. Ja, we deels acteren. Okay. Nee, dat is het niet. Maar waar ik in ieder geval heel veel succes mee heb gehad. Mm. En daaruit volgend komt een theatertour. Uh, en dat lijkt me heel fantastisch om te doen. Ik merk dat ik, heel, dat ik het allerleukste vind om te laten zien dat alles wat je wil bereiken mogelijk is. Mm -hmm. Op liefdesgebied gaat het me nog niet heel erg goed af. Maar dat komt denk ik omdat ik focus op foute mannen. En dan krijg je ook foute mannen. Ja. Want alles waar je op focust krijg je in het leven. Dus alles waar je aandacht aan schenkt groeit, zeg maar. En dat heb ik keer op keer bewezen. En ik denk dat, ik, dat het nu de tijd is om dat andere mensen te leren. Ja. Zodat ik het kan doorgeven. En we leven in een beetje een gekkige tijd. waarin veel mensen depressief zijn. en zich vergelijken met anderen op social media. daardoor eigenlijk helemaal niet meer in beweging komen. stil blijven staan. En het voelt een beetje als mijn roeping om daar verandering in te brengen. waar ik het kan doen. Ik heb ook zelf de opleiding paardencoach gedaan. Ja. En daarin heb ik heel veel over de psychologie uh, geleerd. van mensen, waarom mensen doen wat ze doen. Uh, waar dat vandaan komt. En het is eigenlijk een soort van passie geworden bijna om mensen helemaal te analyseren en ook mezelf te analyseren op mijn gedrag en steeds ja. beter te worden en mijn patronen te doorbreken. En nu denk ik, jeetje, als ik dit had geweten over mijn patroon, dan had ik dat niet gedaan zakelijk en dan was ik daar nu beter in. Mm -hmm. ja. En nu denk ik, nou, dat, dat kan ik dan wel ook aan anderen vertellen en dat lijkt me superleuk om te doen. Dus naast mijn bedrijf echt heel groot maken en uiteindelijk willen verkopen voor... Nou, tussen de 50 en 100 miljoen, dat is wel mijn doel. Ja, mooie ambitie. Uh, wil ik ook aan andere mensen vertellen: dat, dat kan jij ook? Want mm -hmm. als ik het kan, dan kan jij het eigenlijk ook. Ja. Want ik kom ook niet van school. Ik ben dyslectisch, ik heb dyscalculie. Ik heb ja, mijn bedrijf opgebouwd in mijn eentje. Daardoor is het misschien minder snel gegaan als ik zou willen. En nu uh, in, wel mensen het, om me heen aan het verzamelen die meer weten dan ik. Want ja. dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk als mm -hmm. je wil groeien. Maar. Ik heb er dan best wel lang over gedaan, maar als ik nou vertel hoe het moet nu, dan hoeven andere mensen er misschien niet zo lang over te doen. Ja, ja prachtig. Ik uh, ben nu hartstikke <laughs> benieuwd hoe dat uh, zich verder gaat ontwikkelen. Um, de laatste vraag uit het cv is altijd uh, dezelfde, die stellen we aan iedereen. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Hebben we het dan over 23.000? Uh, 22, dat is het volledige. Uh, ja, nee, ik heb twee ton verlies gedraaid. Oké, okay. ja. vorig jaar. Dat, dat ja. merk je ook persoonlijk? Nou, persoonlijk merk ik, nou, het is, voelt niet lekker, snap je? Ja. Kijk, je bouwt een buffer op, je bent aan het ondernemen en dat hoort er ook gewoon ja. bij, zeg maar. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik weer op scherp stond. Ja. Dat had ik dus wel even nodig, want ik was een beetje ingekakt. Mm -hmm. En er, dat, er vloeide, aan de ene kant komt er heel veel geld binnen, en aan de andere kant vloeit het weg aan dingen die niet belangrijk zijn, waar je dus je aandacht niet, niet aan moet schenken, die wel heel veel tijd kosten, maar eigenlijk niks opleveren. Dat was het eigenlijk. Ja. Het was een keuze die ik had gemaakt, waardoor ik heel veel heb geleerd. Want wat je heel vaak doet en wat heel veel mensen doen, is dat we reageren op iets wat voorbij komt. Terwijl dat misschien niet ons pad was. Dus je creëert niet, maar er komt iets voorbij en dan ga je het doen. Om een voorbeeld te geven: uh, Kruidvat had mij benaderd voor een samenwerking met kleding. Nou, dat hebben we drie jaar gedaan, super succesvol. Echt honderden duizenden stuks over de toonbank. Maar het voelde niet goed voor mij meer, omdat het hele goedkope kleding was en dat niet helemaal milieubewust is. Mm -hmm. En het snap het, want dat is kruidvat en het hoort ook daarbij. Maar ik dacht, ja, het is niet waar ik eigenlijk voor sta. Het is ook niet voor waar ik mijn merk aan wil koppelen. Uh, maar ik ben wel heel dankbaar met deze samenwerking. Ja. Ik wil er graag mee stoppen. En toen dacht, omdat het zo'n groot succes was, dacht ik, ik ga het zelf wel even doen. Mm -hmm. Maar als je voor 9 euro een broek verkoopt of je gaat hem voor 35 verkopen, is het een heel groot verschil. Dus die klanten die je daar hebt gehad, die gaan niet per se definitief over naar jou, zeg maar. Dus dat was een les dat ik moest leren. Maar wat ik vooral leerde, in dat ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk vond om kleding te maken, want dan moet je, dus uh, daar moest ik iemand voor aannemen. Nou, dat liep niet helemaal lekker. Je moet dingen doorpassen, je moet collecties bedenken. Dat kost allemaal tijd. Terwijl het is fashion is niet mijn passie. Mm -hmm. Dus waarom ben je dit nou eigenlijk gaan doen? Dus het heeft me twee ton gekost. En daarnaast heeft het ook veel stress opgeleverd. En ik dacht ook van, hè, maar het was om dat kruid wat mij vroeg. Toen ben ik het gaan doen. En toen dacht ik, oh, het is daar een succes. Dus ik moet het ook maar gaan doen. Terwijl als je aan mij had gevraagd vijf jaar geleden wat wil je laten worden, dacht ik niet. Nee, ik wil een kledingmerk beginnen. Nee. Dus dat dat was de les erin. Dus dat heb ik ook laten gaan. Dus dat zijn we echt allemaal aan het leeg verkopen. En er zal nog wat met Black Friday uitgaan. En er komt nu dan toevallig in december nog een collectie aan. Want die had ik al besteld. En toen ben ik daar eens goed naar gaan kijken. En toen heb ik gedacht... Ja, dit is niet iets wat ik zelf heb gecreëerd. Niet waar mijn passie lag. Niet wat mijn een goed gevoel gaf. Dus logisch dat het ook niet werkt. En het was een beetje een dure les. Maar mooi, ik kan het nu laten gaan. Ja. En ik ben er wel achter gekomen wat ik wel leuk vind. En dat mm -hmm. is dan weer een voordeel. Ja, zeker. Ja. Ontwapenend eerlijk antwoord. Die hadden we nog niet eerder gehoord. Uh, <laughs> zo, uh, zo, zo eerlijk. Um, leuk, mooi mooie antwoord. Even terug naar het begin. Want je, je begon in uh, GTST. In hoeverre is dat een springplank geweest voor jouw carrière? Het is absoluut een springplank voor mijn carrière geweest, natuurlijk. Um, ja, ik heb dat drie jaar gedaan. Uh, veel bekendheid mee gegenereerd. Bekendheid die ik nu niet meer zou krijgen, denk ik, als je in zo'n serie zou zitten. Was het was natuurlijk een hele andere tijd. Er was geen videoland, er was niks. Er was geen YouTube, denk ik. Of in ieder geval niet de YouTube die we nu hebben. Mm -hmm. Dus ik ben er super dankbaar voor. Ik vond acteren ook wel leuk. Het is echt mijn passie. En ergens denk ik ook wel stiekem van. Stel je nou voor, ik heb een bedrijf straks verkocht en ik zit in Spanje. En ik kan Spaans. Zou ik dan in Spanje gaan acteren? Weet je wel? Dat kan ja. dan heel even voorbij. Als je het niet meer hoeft. Dus je hebt het niet meer voor het geld nodig. Mm -hmm. En je zou het gewoon kunnen doen. Want ik ben er eigenlijk mee gestopt. Niet omdat ik het niet leuk vond. maar omdat het gewoon niks oplevert in Nederland. En ja, ik vind het wel het heel leuk. Leven er gewoon te weinig financiële. Ja, in het eerste jaar denk ik 1300 euro aan goede tijden. Kom kon ik niet eens met mijn benzine van betalen. 1300 crash. euro per maand? Ja. ja, mijn eerste jaar, en toen ik wegging was het 3000 euro, maar ja, dat is nog, nog niks. Nee. Als je een crash hebt en weet ik het allemaal, weet je wel. En dan, en dan zit je nog in een vaste serie, maar als jij losse series doet waarvan je bijvoorbeeld maar 10 draaidagen hebt, dan krijg je 10 keer je draaidag. En dan ben je een jaar werkloos. Ja, ja. Ik, ik wist al wel heel jong dat ik rijk wilde worden en niet uh, arm. Ja. <laughs> Ja. Heb je ook van jongs af aan een carrière in de spotlights geambieerd? Ja. Ja? Ja, dat ja, wist ik wel heel duidelijk. Ja, Waar kwam dat vandaan? Wilde. Ik denk omdat ik gezien wilde worden. Oké. Okay. Ja, ik denk dat als kind niet echt gezien ben. In ieder geval voor mijn gevoel niet. Ik ja. voelde me heel erg anders en niet bij mijn gezin horen. En ik, ik ontwikkelde daarin heel erg een verlangen om wel gezien te worden. En daar heb ik uiteindelijk mijn hele carrière op gebouwd. Ja. <laughs> um, jij was uh, Jasmin Fuentes In goede tijden. In goede tijden. en uh, in goeie, je hebt drie jaar erin gezeten. Wat is nou het gekste dat jij uh, hebt, hebt moeten meemaken als karakter? Want er ja, dit het was natuurlijk een gekke, gekke type. Ze was sowieso lesbisch of biseksueel, ja. stongen met Victoria Coblenko met pindakaas in elkaars mond. <laughs> en uh, wat hebben we nog? Oh, met mijn auditie moest ik dat ook zijn. Doen, die hè? beelden er nog? <laughs> ja, ja, ja. Volgens mij zijn die er nog wel. Ik was echt, ik heb ongeveer heel dat dat dat, dat hoe heet dat dorp ook alweer. Meerdijk. Meerdijk afgelebberd. Ik heb ook alle mannen uit Meerdijk heb ik sowieso gehad. Mm. En um, het was uh, dat op mijn auditie waren er tien meiden over van de veertig. Toen moesten we allemaal bij goede tijden zeg maar uh, de auditie doen. Nog mm. een keer de tweede auditie, waar we dan uitgekozen werden. En. De ene vrouw was echt nog mooier dan de ander meisje, dan. Ja. Ik weet nog eentje die had blauwe ogen, bruin haar. Ik dacht wow. Maar ze waren allemaal Marokkaans. Want Ze zochten eigenlijk een Marokkaans meisje of anders in Arabisch. En was ik niet. Ik had een motivatiebrief geschreven dat ik precies in die rol pas, bla, bla, bla. Ik leek op een Marokkaan. Dus ik was de enige die niet Marokkaans was. En toen dacht ik: oké, okay, we moeten tongen met die auditie met Victoria. Die Marokkanen gaan dat natuurlijk niet doen voor hun geloof en dingen. Ja. Ik steek gewoon mijn tongen in. Dacht ik: <laughs> Dit is mijn kans. Dit is mijn kans. En toen deed tijdens die auditie zo, wat natuurlijk helemaal niet mag. Eigenlijk nee. volgens de redenen dat je hoor je niet dat bespreek je van tevoren of zo. Ik vol <laughs> mijn tong erin en Victoria deed echt zo, aah, aah. <laughs> zo. <laughs> en toen, ja, toen was ik het dus geworden en toen had die man gezegd die uh, hoofdredacteur van um, producer ja je was niet per se de best in acteren maar je bleef wel het langs langste hangen weet je wel ja. Dan, ja. Precies. Dus, Zorg um, gewoon dat je iets out. hebt wat, iets, wat een ander niet heeft. Ja. weet je. Ja. Durf gewoon. Ja, belangrijke les al ja. uh, die je daaruit hebt gehaald ja. op jonge leeftijd eigenlijk. Ja. ja. Goeie. Ja. En um, ja, even door naar, uh, naar het ondernemen. Op een gegeven moment ging je uit GTSC. Misschien zat je nog wel in GTSC. Maar je begon op hele jonge leeftijd. had jij al uh, van allerlei zaakjes lopen. Ja. ja een schoonheidssalon, een fitnesscentrum. Ja en uh, combines. Ja, uh, toen ging ik feesten weer geven. Ja, ik, ik had gewoon heel erg een drang om geld te verdienen. En ik heb heel erg moeten leren dat je uh, alles wat je doet, wat je eigenlijk niet in je hart voelt, dus wat niet je passie is, mislukt. Mm -hmm. En misschien kan je er. Tot op een bepaalde hoogte wel geld mee verdienen. Maar het zal nooit goed voelen omdat je dan iets de hele tijd moet doen, wat je eigenlijk niet leuk vindt om te doen. Ja. Dus het was, een, het was meer een soort van angst dat ik arm zou worden net als waar ik vandaan kwam, zeg maar, mijn, mijn familie. Dus een drang om snel geld te verdienen. Dus. Um... Dan dat ik het uh, deed omdat ik het leuk vond om te doen. En het zijn heel veel les-leermomenten geweest. Ik heb bij die kinderkledingzaak die ik op een gegeven moment begon, uit het niets. Omdat ja. mijn vriendin zei dat zij de goed voor die, uh, goede omzet had. Zij ja. werkte in een kinderkledingzaak. Dacht ik dacht, oh, ik ga daarin beginnen. Echt ja. zo. Als ik nu naar terugdenk, en toen had ik dus helemaal niet geen research gedaan over de buurt. Uh, toen had ik gewoon een winkelpand gevonden. En daar stond ik opeens in Zandam. En toen dacht ik, oh. Je stond zelf ook daar. Ja, ik stond daar zelf gewoon vijf dagen in die winkel. Toen dacht ik: Dit wil ik helemaal niet. En toen stond ik daar en dacht ik: Nee, ik wil dit niet. Is dit mijn leven echt zo naïef? Het, was, het heeft me 50.000 euro toen gekost. Maar ja. wel heel mooi lesgeld. Leermomenten zijn dat allemaal. En dat lesgeld was: je moet iets doen waar je passie ligt. Ja, je moet echt iets doen, niet om geld. Geld moet nooit je drijfveer zijn. Mm. Je doet iets wat je heel leuk vindt, wat je hard wil, ja. en dat je dan ervoor gaat. En dan uiteindelijk verdien je daar heel veel geld mee. Want het kost geen moeite om over te werken. Je, de ideeën poppen bij je naar binnen, de inspiratie poppen bij je ja. naar binnen. Want je vindt het echt mm. leuk om te doen. Dus dan, dan, dan denk je niet, oh, weer naar die winkel. Oh. Nee, je krijgt inspiratie ervan, weet je wel. Ja. En dan gaat het stromen. Want dat breng je ook over. Want ik zat twee weken geleden bij Albert Heijn en ik heb alles is gelukt wat we wilden. Terwijl het eigenlijk niet mogelijk was. Maar ik vertel mijn verhaal daar. En, en, en dat meisje was nieuw daar in die inkoopster. En die zei: Maar ik, ik. Leuk dat we elkaar nu even zien. En, maar waarom zet je dit merk eigenlijk neer? En ik vertel mijn verhaal met passie en wat mijn doel is en mijn droom is. En dat breng je over en dat is echt. En dat voelen mensen en dan gaan ze met je mee. Maar als jij daar denkt ik wil rijk worden en ja, tuurlijk, ik wil ook 50 miljoen verdienen of 100 miljoen liever eigenlijk nog. Maar dat is eigenlijk ergens ook omdat ik wil bewijzen. En niet omdat ik wil bewijzen dat ik goed genoeg ben, maar bewijzen dat iedereen het kan. Weet je, dat de, de limit is die je jezelf oplegt. Er is geen limit. Je kan echt alles bereiken als je het gelooft en, en wil en ervoor gaat. En als je weet, dit is plan A. En B, bestaat niet. Ja, maar tegelijkertijd zeg je van, je moet dingen niet voor het geld doen. En je zei, maar je zei ook, ik wil rijk worden. Ja. Dat zijn wel twee dingen die ook haaks op elkaar staan, een beetje. Nee, want je mag wel rijk willen worden, maar mm -hmm. je moet niet iets doen wat je niet leuk vindt voor geld. Ja. Snap je? Ja. Kijk, voor mij is vrijheid heel belangrijk. Voor mij is het belangrijk dat ik kan zeggen: we gaan nu naar Spanje verhuizen. of ik koop een paard en daar kan ik op rijden. of uh, ik kan mijn kind een, een elektrische fiets geven. of naar een privéschool sturen als dat nodig is. Ja. Snap je? Dat soort dingen vind ik heel belangrijk. Dat, dat heeft met vrijheid te maken, die toch weer aan geld verbonden is. En geld is ook niet iets vies. Hè? Ik ben dol op geld. Mm. Alleen als je dingen gaat doen die je niet wil doen voor geld. ja, dan wordt het een vervelend verhaal. Ja. En was dat die belangrijkste les uit die eerste uh, serie ondernemingen Ja, het en zijn die Allemaal het mislukt. Allemaal mislukt. Hebben allemaal heel veel geld gekost. Ja. Maar nooit uh, persoonlijk financieel geraakt. Jawel. Nou, zeg maar. Op een gegeven moment in 2010 ging ik uit elkaar met mijn ex. Mm -hmm. En uh, uh, ik was al in die relatie afhankelijk geworden van hem. Dus ik, ik werkte altijd zelf. En die relatie liet dat eigenlijk niet helemaal toe. Dat was niet een hele een mooiste relatie, zeg maar. Wel het meest indrukwekkende, en um, het was beter voor de relatie dat ik niet zou werken, dacht ik, maar dat was natuurlijk niet zo. Dus toen we uit elkaar gingen in 2010, had ik niks meer, en toen moest ik mijn paarden weg doen en mijn horloges verkopen en alles wat waarde had om mijn huur überhaupt te kunnen betalen. Ja. Dus toen was ik wel echt aan de grond. En toen had ik daarvoor net die winkel gehad. Dat ik dat verlies. Maar dat verlies kwam toen weer goed uit. Want ik had 50.000 euro verlies. Ik had helemaal geen geld meer. En um, toen werd ik DJ. En niet voor het geld. Maar ik werd DJ. Omdat een vriend van mij zei: Wil je draaien op mijn verjaardag? En hij was DJ. Mm -hmm. En toen zei ik: Ja, maar Frank, ik kan toch helemaal niet draaien. Ja, maar dan ga ik het je leren. Toen zei ik, nou, ik weet het niet hoor. En toen ging hij het me leren. En de eerste twee keer kon ik dat ding wel door het raam gooien. Maar toen ik het hoorde. En die beatcom match, dacht ik, wow, dit is leuk. Ja. En toen werd het mijn passie. Ja. En vanuit mijn passie werd het een mega succes en verdiende ik pakken met geld. En toen was dat verlies heel handig. Want dat kon ik verrekenen natuurlijk. Dus dat heeft mij ook wel weer geholpen in mijn eerste jaren dat ik op mijn eigen benen moest staan. Mm -hmm. Dus alles gebeurt wel met een de reden, denk ja. ik. Ja. En dat DJ was gewoon fantastisch. Ik heb zeven jaar overal gedraaid. Ik ben zelfs in India geweest. En de mooiste plekken, en zomertouren gedaan. En Hoe vaak deed je dat per week? Nou, eerst deed ik vijf keer per maand of zo. En toen kwam ik uit Robinson en Toen had ik echt twintig boekingen per maand. Mm -hmm. Twintig boekingen, soms zelfs dertig. Zomertour, echt keer. Twee, uh, per gig. Ik had echt wel, uh, ja, ik deed het heel goed. Ja, zoiets. Ja. Tussen de, vijftien, tussen de 1500 en 2000. Ja, ja. nou, maar als je dat ja, keer en als 20 de zomer, doet... zomertouren waren echt uh, le lekker. Weet je ja. Wel. En ja, en dan denk je, ja, en dan is geld leuk, want je vindt ook leuk wat je doet. Ja. Maar op een gegeven moment toen ontstond mijn Killer Body Motivation door een Instagram-account. Mm -hmm. En toen werd dat een bedrijf. En toen moest ik dus overdag in mijn bedrijf werken en s'avonds draaien. Ja. En toen dacht ik, ja, nee, dit, dit, gaat, dit, dit lukt dit me niet killing. Dit is killing. Dit hou ik niet meer vol. Mm -hmm. ja, ga eens terug naar dat moment dat je die pagina uh, opstartte. Hoe, hoe, hoe kwam je daarbij? Het was 2013. Uh, ja, het was 2013 en ik kwam en terug in... uit Ex Expeditie Robinson. Ja, en Instagram was nou, nog niet uh, zo groot. Dus nee. Facebook was nog het ding op dat moment, ja. volgens mij, en Instagram was met je upcoming. Ja, en ik was de eerste die postte over fit worden in Nederland. En uh, ik wilde zelf fit worden, want ik had, was naar Robinson, 33 dagen had ik daar gezeten. En ik, was, uh, ik had gewoon een eetstoornis eigenlijk wel. Overgehouden aan Robinson? Ja, ik kon niet meer kiezen. Hoe bedoel je? Dus zeg maar, als je daar zo lang niet eet... dus toen, als je terugkomt, kan je niet meer kiezen. Dus dan nam ik thee, cola en chocomel. Oh. Uh, taart, koek en patat. Ja. Dus alles. En dat een jaar lang. Dus een jaar lang alles gevreten. En ik had mezelf ook weer een, een marathon opgelegd in New York... En... Het was allemaal te veel. En toen op een gegeven moment zag ik er voor mijn gevoel echt niet meer uit. En In de zin van? Ongezond. Ik had ook allemaal schimmels en candida's en suiker verslaafd. En toen dacht ik, nee, ik moet nu stoppen. Overgewicht ook of dat niet? Ja, misschien vijf kilo of zo. Oh, niet echt Nee, maar het was meer zeg maar die ongezonde levensstijl. Ja, en dat, dat. die dippen van dat suiker en zo. En wel slap. Het was niet strak, mijn lichaam. Mm -hmm. Dus uh, ik ben ook heel dik geweest of zo. Maar het was gewoon allemaal slappe waski. En toen dacht ik, nee, ik ga nu wat doen. Toen heb ik een personal trainer genomen voor drie maanden en dat kostte best wel veel geld toen. En toen dacht ik, ja, ik moet nu echt doorzetten. Ik ga gewoon Instagram beginnen. waarin ik zeg: Dit ben ik nu, foto. Over drie maanden zie ik er zo uit. En dat was een motivatie voor mezelf. Een stok achter de deur voor mezelf. Dus er zat geen verdienmodel achter. Of weet je, ik wil ja. gewoon mezelf motiveren. En, er. en dat werd een motivatie voor anderen. Want jij ging dat vastleggen De, ja, op ik ging Instagram. Dus al die, ik ging dan boxen en dan personal training en dan weer dit. En dan, en, ja, dat ging ik allemaal doen. En, en toen gingen mensen zeggen, en hoe doe je dit? En hoe doe je dat? En oh, en hoe doe je dit? En toen gingen allemaal vragen aan mij stellen. En toen dacht ik, ja, ik ben dyslectisch. En hoe moet ik het allemaal antwoorden? Dus toen dacht ik, ik kan beter een website beginnen. En op die website zeg maar uh, video's doen hoe je het doet. En dan kan iedereen lid worden voor 5 euro per uur, uh, per maand. <laughs> dat zou helemaal te lucratief zijn. Ja, dus toen ging ik dat opzetten. En toen had ik geen geld nog. Ja. Dus ik had geen geld om zo'n website te bouwen. Dat was toen ook nog heel duur allemaal als je een website ging bouwen. Mm -hmm. Dus toen ben ik naar uh, Fit for Free gegaan. Toen zei ik, willen jullie dat met me samen doen? Dit is mijn idee. Nou, dan hadden ze helemaal oor naar. Uh, ik zou dan de lancering regelen. Hun zouden de website hebben betalen. Ik had nou ook nog al vast opzetjes uh, van ze gehad om hoe het er dan uit zou zien. Ja. En... Uh, ik had het ook op Instagram, op Instagram allemaal gedeeld. komt binnenkort een website aan. En toen zeiden ze in één keer af. Echt zo'n maand van tevoren. Ze ze voor Visa af. Ja, ze zeiden gewoon. En ik was nog niet zo zakelijk. Ik had geen contract. Ja, dat was mondeling allemaal. Het was mondeling. Het allemaal, was allemaal mondeling uh, ja, en toen zeiden, zeiden ze. Komen. Nou, we geloven toch niet echt dat mensen voor, voor, voor jou gaan betalen voor zo'n video. Weet hmm. je wel. En dan kan je twee dingen doen. Geloof wat ze zeggen of gewoon plan A. We gaan het gewoon doen ja. zelf. En toen heb ik uh, allemaal offertes opgevraagd voor websites. En het duurste was 50.000 en de goedkoopste vijf. Ik zeg die van vijf gaan we doen. Uh, had ik tien stagiaires, website en uh, ja, binnen time had ik iets van uh, 3000 leden of zo. Ja, 3000 leden die vijf euro per maand betaalden. Ja. Ja en met die opbrengst kon je de toen kon je weer die business verder ontwikkelen. Ja, dus toen, toen zat ik nog bij e-media. Dat was zeg maar zo'n gebouw waar je dan allemaal andere mediabedrijven hebt. Dus dat je dan samen, daar kon ik heel veel van leren en zo. En toen kwam mijn uitgever een keer aankloppen en die zei: mogen we een beetje zitten? We willen heel graag een boek met jou doen. En toen dacht ik: een boek? Mm -hmm. Wie leest er nou nu nog een boek? <laughs> nee, ik moet online de grootste worden. Ja. En um, uh, toen zeiden ze, nee, dat kan wel heel sterk worden. Toen uiteindelijk ging ik over nadenken. Heb ik even een beetje research gedaan naar Sonja Bakker. En toen had ik gezien hoeveel boeken zij had verkocht. En toen dacht ik, oké, okay, laten we het maar wel doen. En toen uh, ging ik een boek maken met mijn eigen verhaal, mijn eigen struggles. Ik denk dat dat ook het succes is. Je leest daarin hoe ik de ene dag vreet en de andere dag niet. En hoe ik, weet je, over mezelf denk. En, mm -hmm. en het was echt mijn verhaal met, gecombineerd met wetenschap en uh, een dieet. Mijn dieet. Ja. En daarin stond dus, in de avond neem je een caseïne shake... Nog één keer wat dan? In de avond neem je een kassiïne shake. Okay. Dus, uh, dat is een, 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 een shake met, uh, van eiwitten. Ja. En toen had ik 15.000 boeken in de pre-sale verkocht. En dus toen had ik 800 mailtjes toen mijn boek uitkwam. Wat is een shake? En toen dacht ik, oké, okay, ik moet de supplementenlijn beginnen. Mm -hmm. <laughs> en zo is dat eigenlijk weer ontstaan. Ja. Ik heb uiteindelijk 450.000 boeken verkocht. Ja, bizar. Want mij is altijd verteld van boeken schrijven word je niet rijk. Maar uh, jij, uh, volgens mij denk jij er anders over. Nou ja, ik, uh, ik zou nu een andere deal maken als ik het nog een keer doe. Want in principe is dat wel waar. Je moet heel veel boeken verkopen. Ja. Ik heb er een miljoen mee verdiend. Ja, een miljoen dus dat... euro met, ja. met alle boeken bij elkaar. Ja, dus dat valt ja. relatief wel mee. En je hebt er zeven gemaakt in totaal. Ja, maar ik heb drie, drie kilo bodyboeken gemaakt. Okay, ja. En nog aanverwante boeken. Nee, de, de, de killer bodyboek heb ik een miljoen mee verdiend. Oké, okay, zeg maar. ja. Um, toch drie? Ja, drie zijn er volgens mij. Ja, en de eerste heeft het het beste gedaan. Mm -hmm. Dat is ook een dieet, en dat willen mensen uiteindelijk de hele tijd. Ze willen de hele tijd dat je hun handje vasthoudt en vertelt hoe het moet. Mensen houden ervan, van lijstjes en dat soort dingen. Dus de tweede was een receptenboek. Ik dacht, oh, we moeten het zelf uitzoeken. Laat maar zitten. Ja. Ja, ik zou nu uh, een andere deal hebben gemaakt, maar uiteindelijk heeft het me wel geholpen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik in het huis woon waar ik in woon. Ja. En wat, wat was in jouw ogen nou de. De onderliggende reden van het succes van die boeken? Wat, wat, wat maakt het dat die zoveel zijn verkocht? Nou, het, het zijn een paar dingen bij elkaar. Ik denk de eerlijkheid van mij in het boek. Uh, dus mensen konden zich ermee identificeren. Het is uh, laagdrempelig. Het was makkelijk. Het dieet was niet vies. Er zat ook bijvoorbeeld pasta's in en rijst en dat soort dingen. Het is niet crackers uh, met, met, met landwagensmeerkaas. Nee. Um, en het momentum. Ja, kijk, die zelfs dat... op de juiste ja, tijd, op het juiste moment. Ja, ja. het Instagram ook het juiste. Het was gewoon het momentum. Ja. En um, daarnaast um, is het natuurlijk zo, als mensen afvallen, je doet een twaalf weken plan. Dan zien mensen bij elkaar dat ze zijn afgevallen. Dus kijk, als je normaal een boek verkoopt dan gaan mensen daar niet over napraten heel veel. Heb je dat boek gelezen? Nee. Dus dan... Het was heel veel mond op mond. Dus mm -hmm. mensen gingen dat doen. En twaalf weken later... waren er zoveel mensen in Nederland afgevallen. En er was nog zo'n journalist... die heel wijs had te doen. Waar zijn nou de killer bodies? En na twaalf weken had ze mm -hmm. een stuk geschreven. Maar die keek niet online. Want iedereen deelde het en dat was nog de stories bestonden nog niet. Ja. Dus iedereen deelde het op zijn feed. feed. Dus iedereen deelde die voor en na foto hoe ze eruit zagen. Dus dat ging gewoon zo hard, want ja. de kilo's vlogen er gewoon af. Weet je, ik bedoel als 300.000 mensen gaan afvallen met je dieet en, en mensen zeggen: "Hey, jij bent afgevallen. Ja, ik doe het killerboy dieet." Oh, ben je afgevallen? Ah, dan gaat dat? dan wil ja. iedereen dat doen. Ja. Dus ja, en dat was gewoon het momentum. Iedereen viel af en maar voor mij was het ook heel duidelijk dat ik niet nog een dieetboek wilde maken. Mm -hmm. Ik kan, had daar heel rijk van kunnen worden. Als ja. ik ieder jaar zo'n boek op de markt had gebracht. Maar ik voel heel erg dat ik juist mensen wil helpen om zelf na te denken. En de beste versie van hunzelf te worden. En dat dieet is ook niet de oplossing. Hè? Mm -hmm. Kijk, de oplossing zit er heel vaak in. Waarom ben ik dik? Waarom eet ik zoveel? Wat, wat zit daaronder? Wat mag ik voelen wat ik niet mezelf toelaat om te voelen? Zeg maar. mm. En dat vind ik veel interessanter. Want ik zag heel veel mensen die, dus heel veel afvielen. maar daarna weer aankwamen. of die afvielen en zeiden: ja, Ik ben nog steeds ongelukkig. Want die dachten dat ze ongelukkig waren omdat ze overgewicht hadden. Maar in de werkelijkheid hebben ze overgewicht omdat ze ongelukkig zijn. Ja. Dus je los je probleem niet op. Dus ik dacht: Ik ga niet nog een boek maken op die manier. Ik wil mensen verder helpen. Ja, want jij hebt best wel de shift gemaakt... waarbij het eerste de nadruk lag op heel erg het fysieke, het uiterlijke. Waarbij je later uh, juist meer het mentale erbij ging betrekken. Ja. Dat dat eigenlijk veel, uh, belangrijker. veel belangrijker is. Ja, ja, dus ik heb het ook herschreven. Het heet nu Killer Body Lifestyle. Het is hetzelfde boek, maar die oude is niet meer te verkrijgen. Okay. En in dat lifestyleboek, uh, dat heb ik ook ingesproken als luisterboek... Dat was overigens mijn allermoeilijkste opdracht ever, want ik ben dyslectisch. En dat kwam toen echt, ik wou die computer, die iPad wel echt gewoon, ik wel huilen aan dat ding. Zo moeilijk was het. Maar ik heb doorgezet. De aanhouder wint. Bedoel je het schrijven of het te inspreken? Het inspreken, want ja. ik, lees, ik lees over woorden heen. Ja. Dan kan je het honderd keer opnieuw doen. Nou, op een Hoe moment, lang heb je het over gedaan? Vier dagen. <laughs> vier volledige dagen, ja. Ja, het was niet leuk. Nee. Maar ik heb het wel gedaan en um, daarin vertel ik ook dat verhaal van... Wat ik tegenkom in de praktijk en dat mensen dus eigenlijk weer aankomen, afvallen aankomen. Omdat ze de onderliggende kern, de oorzaak van hun overgewicht niet durven aan te kijken. En als je daarnaar kijkt, dus wanneer eet ik, wat voor momenten eet mm -hmm. ik, welke gevoelens mogen er niet zijn. Ga eens voelen in plaats van eten. Ja. We vluchten altijd voor onze pijn. Hè? En de een doet het met vrouwen of mannen en de ander doet het met seks en de ander met alcohol en de ander met drugs en de ander doet het met eten. Ja. En natuurlijk is er ook nog een stukje genetica, dat is ook allemaal zo, maar of uh, gewoonte, aangeleerd gedrag. Als je klein bent en je valt, krijg je een snoepje. Dus je leert ook al vanaf kleins af aan dat je jezelf moet troosten met, met, met voeding. Zeg maar, dat zit er best wel diep in geprogrammeerd. Ja, inderdaad. En, en als je baby haalt, krijgt hij de tiet. Weet je, oh, de hè, honger, tiet erin. Ja, en, en dat is best wel moeilijk om weer af te leren. Maar ik geloof wel dat het daar meer over gaat. En niet mm -hmm. over hoeveel calorieën je in je mond stopt. En dan heb je ook nog, zeg maar, dat gedeelte van mensen die de hele tijd denken... Oh, ik word dik. Ik word dik. Dat zijn van die mensen die de hele dag zeggen dat ze dik worden en die dan de cola Light drinken. En als je dan kijkt naar mensen die heel dun zijn, die kunnen alles eten. Mm -hmm. Die vreten pizza's weg, McDonald's. En die zeggen altijd, oh nee hoor, ik kan alles eten. Ja, want die geloven dat. En die anderen denken, oh, ik word wel dik van water als ik al naar een glas kijk. <laughs> En die worden ook echt dik van water. Ja. Je? Het is ook een beetje wat je gelooft, waar je, je aandacht op focust. Mindset. Ja. ja. En um, dit is natuurlijk alleen nog maar in Nederland. Maar ik las ook dat je, je boek is in meer dan 50 landen vertaald. Ja, het is nou in de Commonwealth. Dus alle Engelstalige okay. landen. Dus ja. dat klinkt wel heel groot. Dat, dat tikt al snel aan, ja. natuurlijk. Ja. ja, maar het is niet een succes geweest nee? in, in die landen. Is dat moeilijk? Om de, het, heb je dat geprobeerd om het concept wat je hier uh, zo succesvol hebt uitgerold? Omdat. In andere landen. Te, ja, weet je, dat hadden we beter moeten doen met zo'n uitgever daar. En dat is daar gewoon niet zo goed neergezet. In Duitsland heb ik twintigduizend boeken verkocht, wat nog steeds best wel veel. Van ja. Nederland verkopen mensen dat soms niet eens. Maar het is natuurlijk voor Duitsland niks. En um, ik denk dat je daar gewoon echt een plan voor had moeten maken en niet gewoon dat boek uh, daar met mijn hoofd, misschien met een ander hoofd, of mm -hmm. uh, ja. Ja. Ik zou het nu anders doen. Ja. Nou, je bent wel de enige persoon in Nederland, de enige auteur die een uh, in de bestsellerlijst op zowel nummer 1 als nummer 2 heeft gestaan. Ja, dat Met twee mooi. verschillende boeken. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Ja. Dat is wel bijzonder uh, om op je cv te zetten. Ja, nee, dat is ook wel mooi. En mijn uitgever die heeft ook superveel van mij geleerd. Omdat ik ben zo overtuigd van dat alles mogelijk is. Dat zij ook op een gegeven moment overtuigd daarvan raakt. Want zij waren heel erg uh, safe in de gedachten. Safe in denken van, ja, op nummer 1 binnenkomen. Veilig denken. Uh, nou, je hebt er al heel lang ingestaan. En dan kwamen ze. En zijn. Ze ik weet dat je heel positief bent. Maar binnenkort komen de, niet de romans, maar de thrillers of zo uit. Want mm -hmm. het is deze maand. En dan ja. weet je, weet je, de Saskia Norths. En dan is het niet erg als je van je positie wordt. Je hebt het al super goed gedaan. Je werd dan even... En dan dacht ik, waar heb je het over? Blijf gewoon staan hoor. Weet je wel. En dan bleven we ook gewoon staan. Want ik, ja. ik dacht, ik ben niet bezig met een ander. Ik heb nog nooit in die hele twee jaar dat ik in die bestsellerlijst stond of drie misschien wel... gekeken naar de andere mensen in de lijst. Nog nooit. Want op het moment dat je naar de ander kijkt... haal je de focus weg op jezelf. Mm -hmm. En dat is dus een, een heel concreet voorbeeld. Maar dat kan je natuurlijk ook... Uh, heel breed uh, geldt dat in ja. inderdaad het hele leven. Ja. ja. Je moet op jezelf focussen. In je eigen kracht gaan staan. Niet bij de buurvrouw of daar of daar. Mm -hmm. Kijk naar wat jij kan. Of dan durven mensen niet een bedrijf te beginnen... omdat ze denken, er zijn er al genoeg van. Ja, nou en? Ja. Dat maakt niks uit. Mm -hmm. Er zijn ook genoeg proteïnerepen al op de wereld. Maar toch begin ik dat. Of, of shakes. Weet je, je moet ook een beetje geloven in je eigen kracht. En dat, wat jij neerzet, dat mensen daar wel op zitten te wachten. Maar als jij al zelf denkt dat er niemand op zit te wachten... dan kan je het inderdaad beter niet beginnen. Het bedrijf. Ja. Wat vind je dan van de kritiek... dat, dat wat mensen in het algemeen hebben over... dat uh, Instagram of social media... zo'n vertekend beeld geeft voor mensen... Kijk, ik denk dat mensen... waar Het is waar je je aandacht op vestigt ook weer. Ik kies ervoor om profielen te zoeken, uh, te volgen... die mij heel veel inspireren. Dus als Zo. ik ochtends wakker word... dan word ik geïnspireerd van Instagram. Dan zit ik niet te kijken naar hoe iemand anders... dunnere benen heeft of... Uh, kijk, als je dat zelf wel doet... dan mm -hmm. mag je naar jezelf gaan kijken waarom je dat nodig hebt. Ja. En ik denk dat het ieder zijn eigen verantwoordelijkheid een beetje is. En ik snap dat de jeugd daar nog een beetje ondersteuning in nodig heeft, en dat is de verantwoordelijkheid van de ouders om daar dan iets in te vertellen, of te verkondigen, of weet ik het. Maar wij als volwassen mensen kunnen ook wel kijken van waarom word ik onzeker van een slanke vrouw, mm -hmm. of uh, waarom vind ik het fijn om dikke vrouwen te zien online, weet je wel? Ja. Maar ga daar bij jezelf eens naar kijken, of, of, of waarom word ik onzeker omdat mensen uit eten gaan in een duur restaurant en ik dat niet kan betalen? Ja. Misschien moet ik niet op Instagram kijken naar iets wat ik niet kan betalen. Maar moet ik Instagram uitdoen en zorgen dat ik het zelf kan betalen? Mm -hmm. Snap je? Ja. Die verantwoordelijkheid ligt toch bij jezelf? Ja. Hoe zou jij dan reageren? Want wij krijgen, elk jaar komt die vraag wel weer terug over die FGM 500. Dat is toch niet meer van deze tijd en geeft een verkeerd beeld van wat schoonheid is. Wat, zou jij ja. wat, wat vind jij daarvan? Ik vind dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. En die hoeven ze niet allemaal te verkondigen. En jullie hebben de mening dat dit wel een toevoeging is. Dus dat is dan toch prima. Ja. Kijk, weet je wat het ook is? We willen altijd maar iedereen aan onze kant hebben staan. Maar mm -hmm. dat is toch onmogelijk? Als je kijkt naar uh, de mensen waar je mee omgaat, die kies je uit omdat je die leuk vindt. Ja. Je gaat niet om met de mensen die je niet leuk vindt, maar die zijn er wel. Er zijn ook mensen die jij niet leuk vindt. Er zijn ook mensen die jou niet leuk vinden. Als je dan bekend bent, wordt dat heel erg uitvergroot. Dan, dan, dan zijn er sommige bekende Nederlanders die het heel moeilijk vinden om negatieve kritiek te hebben, maar die negatieve kritiek die gaat niet over jou. Die gaat over die mensen zelf. Dat zijn zelf mensen die aan het projecteren zijn en issues hebben. Weet ik het allemaal? Waarom trek je jezelf dat zo aan? Dan mag je ook bij jezelf weer gaan kijken. Waarom trek ik mezelf dat zo aan? Ja. Maar waarom wil je ook dat iedereen jou aardig vindt? Dat is toch niet? hoe het leven in elkaar zit, zeg maar. Dat iedereen jou aardig moet vinden. Dat is nee. een soort pleaser die de hele tijd door iedereen aardig gevonden moet worden. En ik denk gewoon ja, iedereen zijn mening en ik vind het juist heel mooi. Ik keek er net even in en ik zie echt een diversiteit aan vrouwen. Nou ja, ik heb geen borsten, ik zie grote borsten, kleine, ik zie donker, ik zie blank. Uh, het is toch juist wel het schoonheidsbeeld ja. van deze tijd. Zeker. Iedereen mag er zijn en alles is goed genoeg. Mm. En, en vroeger was dat uh, b woord grote tieten, string en een dunne taille. Maar nu zie je dus juist diversiteit. Ja. Dus ik vind het juist mooi. Ja. Ik zou me er niet zoveel van aantrekken. Mooi, dat doen we ook <laughs> zeker niet. We gaan er ook uh, lekker mee door. Maar uh, nee, ik slu sluit me helemaal bij aan. Dan krijg ik eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Hey, we zitten hier uh, een podcast op te nemen. Maar dat is natuurlijk vertrouwd voor jou, want je hebt zelf ook een podcast. Ja. Vaya onderzoekt. Faya onderzoekt. De liefde. De liefde. <laughs> ja, dat is mijn allergrootste onderzoek. <laughs> ja. Ja, het is een beetje zeg maar een soort van mijn levenspad dat dat, dat, dat uh, nog niet mag lukken. Ja. 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 Vertel waar, uh, waarom uh, lukt het nog niet? Ja, dat heb ik dan helemaal zitten uitpluizen. Ja. In natuurlijk. tien afleveringen met allemaal experts die ja, aan het woord komen. Ja, ja. ja dus het, het was een hele mooie reis en het duurde voor mij natuurlijk wat langer als die tien afleveringen. Ik was drie jaar geleden al mee begonnen. Met het onderzoek, omdat ja. ik zag van, dat er steeds een soort vanzelfde patroon zich aandiende. Dat er mannen op mijn pad kwamen die niet te vertrouwen zijn. Um, nou, dan mag je jezelf gaan vragen: ben jij wel te vertrouwen? Hè? Nou, ben ik ja, wel, Als het gaat om monogaam zijn, ben ik mm -hmm. absoluut te vertrouwen. Uh, maar ben ik heel eerlijk naar hun toe? Oh, zie ik hun voor wie ze zijn? Maak ik er niet een prinsessenverhaal van ergens? Een verwachtingspatroon? Plak ik er aan? Je, dus, je bent dus begonnen met jezelf heel kritisch onder de loep nemen. Ja, want het is op een gegeven moment... als een patroon continu terugkomt... Ik mag je afvragen wat jouw aandeel ja, daarin is. Er is namelijk één gemeenschappelijke de facto. <laughs> ja, ben jij. Snap je? dus Ja, ja. dat dus kan ik wel zeggen van hun. Nou, en dan ben ik ook nog bijvoorbeeld best wel een sterke vrouw. Hè? En ik neem niet snel iets van iemand aan. Ik mm -hmm. heb een hele erg sterke mening... die uh, die verkondig ik ook en uh, ik snap ook dat mannen daar uh, klein door worden, dus dan kan je ook kijken van oké, okay, stampjes niet helemaal plat en gaan ze dan niet bevestiging buiten de deur zoeken, ik denk dat dat ook uh, gebeurd is, mm -hmm. meerdere keren ja. dus dat is een onderdeel van mij, maar dan mag je je wel afvragen, waarom zorg je dan niet zelf dat er een sterke man naast je staat die gewoon gelijkwaardig is want uh, ik heb ook mensen, zeg, zeg maar, zoals vrienden om me heen, waar ik niet overheen was. waar ik echt dingen van aanneem. Die zijn gelijkwaardige relaties. Daar, daar kijk ik naar op. Daar, ne daar neem ik advies van aan. Die zie ik voor wie ze daadwerkelijk zijn. Nou, op relatiegebied kies ik dan toch mensen neer die misschien uit die misschien een ander soort denkniveau hebben. Mm -hmm. En dan ben ik het niet met ze eens. En dan tjoe, ja, dan worden we dan heel klein. Ja. Uh, dus ja, dat is mijn aandeel daar dan in, weet je wel. Dus daar ben ik wel naar gaan kijken, zeker met name de laatste, dus die weer afgelopen maand uh, mislukt is. Ja, want het is net, uh, ja. de relatie is net beëindigd, uh, vertelde je. Ja. Ik ben Hier beneden. Ja, 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 ja dus dat, gelukkig was dat negen maanden, dus nog toch overzien. Mm -hmm. hè? Maar toch had ik weer dat prinsessensyndroom erop geplakt. Ja. van trouwen, samenwonen, samen emigreren. Een soort droombeeld, terwijl de realiteit hier in het hier en nu er heel anders uitzag. En wij nog heel veel uit te werken hadden samen. En uh, ik hem ook niet zag voor wie hij daadwerkelijk was. Want mm -hmm. hij, eigenlijk liet hij zichzelf al wel zien voor wie hij was. Vanaf het begin, eigenlijk al vanaf drie jaar geleden toen ik hem leerde kennen, heb ik dat al gezien. Maar dat wilde ik dus dan toch niet zien. Mm -hmm. Dus dan maak ik er toch in mijn hoofd weer iets, iets anders van. En, en die teleurstelling die dan doorkomt als het dan niet blijkt te zijn, dan denk ik, ja dat is wel een beetje heel dom. je had het drie jaar geleden al door. Ja. Is het dan ook een extra grote teleurstelling omdat je zoveel zo onderzoek hebt gedaan naar je eigen dat liefdesleven intrap. Ja, dat. Ja, dat vond ik wel dat ik denk dat dat het meeste pijn deed. Ik ik had er echt veel hartpijn, ja. echt wel hartpijn gevoeld. Wat normaal is. Ja. Sowieso. Echt pijn. Je gewoon echt hier, weet je wel, maar ik vroeg, vroeg mezelf ook af wat is het nou echt die pijn die je voelt? Het zijn een paar dingen. Het is de schaamte die ik voelde dat ik weer moest vertellen dat het niet was gelukt. En ik dacht ook ik ga het meteen vertellen in mijn eigen podcast. Dan ben ik er van af. Dan breng ik het op mijn manier naar buiten. Dan kan niemand er een verhaal van maken. Ik doe er geen interviews over. Ik heb geleerd dat ik nooit meer liefde naar buiten breng. Dat heb ik vaker gezegd. Maar mm -hmm. dat ga ik nu echt nooit meer doen. Ja. Uh, de pijn dus dat ik mezelf weer voor de gek heb gehouden. Want ik hou mezelf voor de gek. Hij houdt me niet voor de gek. Hij heeft gewoon laten zien wie die was. Mm -hmm. Ik ben niet achterlijk. Ik heb mezelf voor de gek gehouden. Dus dat ik mezelf zo goed voor de gek kan houden, omdat ik zo graag die connectie wil. Dus dat ik er ook nog niet ben wat betreft zelfliefde. Want ik zeg, ja, ik kan heel goed op mezelf zijn. Maar eigenlijk heb ik dus al een diep verlangen dat ik heel graag met iemand wil connecten. Ja. En dat ik dan dus helemaal niet zie wie die is, omdat ik denk, nee, als we daar maar samen zijn, weet je wel. Ja, heel romantisch en... ben jij eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar in zo'n relatie word ik dan helemaal niet dus Word ik echt een soort van heks. Omdat het hem gewoon eigenlijk niet is. Dat het ook niet eerlijk is. Ja. Hoe, uh, hoe ziet een <laughs> van Faya heks van vijanden eruit? De heksenkant van vijanden. Nou, als iemand heel veel bevestiging nodig heeft. Of zo. En, dat, dat ben ik niet. Ik ga jou niet de hele dag zitten pemmen. Hoe leuk. Je bent zo knap. Je bent zo Ik word er echt moe van. Dus mm -hmm. dat, dan ga ik je negeren. Dan, dan ga ik gewoon niet reageren. Dan ja. denk ik laat zitten. En. Uh, Vermoeiend. En wat ik ook moeilijk vind is, ik denk dat een van mijn allerbelangrijkste kernwaarden voor een relatie is um, dat je echt kan communiceren en eerlijk met elkaar kan zijn. En soms is de eerlijkheid heel erg lelijk of pijnlijk, maar die wil ik wel liever hebben. Mm -hmm. Die eerlijkheid, die vind ik heel belangrijk. En, en ik ga nooit meer voor minder dan dat. Ik heb liever dat iemand echt iets tegen mij zegt wat me zo ontzettend veel pijn doet, maar wat wel de waarheid is. Dan dat, uh, dat ik in een soort van nep-relatie zit. Ja, ja dus. Ja, Ook dan... een goede les. Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk enorm moeilijk om altijd de eerlijkste, uh, altijd compleet, 100% eerlijk te zijn. Ja, Toch? ik denk dat mensen dat niet kunnen. En ik denk dat mensen die heel veel gewend zijn om heel vaak niet eerlijk te zijn en te liegen, die, dat, die daar heel veel, veel gewin mee hebben gehad, mm. dat het voor hun heel moeilijk is om, ja. om eerlijk te zijn. Ja. ja. En. Uh, Vond je het moeilijk om jezelf zo open te stellen in een podcast? Want iedereen kan dat luisteren natuurlijk. Ja, mijn tante zijn van de week: Jezus vaak, ik heb je eerste twee afleveringen geluisterd. Ik heb met een seksuoloog ook gezeten, ja, ja. En dat ik allemaal de... dingen. Te vertellen natuurlijk. Wat je en allemaal hebt in ja, je leven. En toen zei mijn het dan, zat nou, dus ik wel te denken: wie zou dat dan zijn? En wie was dat dan? En wie was dat? Dan? Ik zeg: Ja, maar je weet het niet. Ik heb niet met naam en toenaam genoemd. Ik vond het niet. Uh, het was een soort van mijn eigen helingsproces ook. En ik, ik, ik had ook echt gewoon, uh, zeker bij T Tila Prong, die wetenschapper, maar ook bij Hannah Kuppen met die bindings en verlatingsangst. Ik mm -hmm. heb gewoon bindingsangst. Ik zeg wat ik wil binden, maar ik doe gewoon iedereen weg. Had ik heel veel kwartjes die vallen. Dus het was voor mij wel een soort van: uh, oh ja, dit doe ik. Oh, dat doe ik. En he, ik heb zoveel berichten gehad. Dat is niet normaal. Van? Van mensen. Vrouwen die hetzelfde hadden. Mannen die, die door mijn podcast weer in gesprek zijn gegaan met hun vrouw. Weet je, dat, dat ze het gesprek weer durfden aan te gaan. En dat ze zich herkenden. En dat ze zich ook schamen. Het is niet leuk. Het is niet leuk om. Kijk, ik trek me in principe nooit zoveel aan van wat mensen van mij vinden. Eigenlijk zo goed als nooit niks. Tenzij het mezelf ook pijn doet. Dus zeg maar, als ik in een de, de story word gezet met, met zes mannen naast elkaar... Het zijn er inmiddels dus zes in tien jaar. Ja. Dan vind ik dat echt heel erg. Ja. Dat doet me pijn. Omdat, niet omdat mensen daar dan wat van vinden... maar omdat ik het zelf zo erg vind dat, ik, dat het me niet lukt. Ja. Weet je. Ik vind het zo'n afgang. Denk ik, alles lukt me in het leven, maar... Behalve op het liefdesgebied. Daar maak ik gewoon een potje van... En dat vind ik dan wel heel jammer. En dat is ook heel kwetsbaar. Maar ik dacht wel, ja, ik ga het wel gewoon doen. Ik ga het gewoon vertellen, het mijn verhaal. Mm -hmm. En daarom heb ik ook, uh, nou ja, mijn laatste aflevering, een bonusaflevering, opgenomen met mijn zusje, wat ook over haar verhaal gaat en haar man die haar kindje heeft vermoord. En die uh, heeft een boek geschreven over narcistisch misbruik. Daar schrok ik ook wel van. Want ik wist niet zo goed wat een narcist was. En ik. Ik zag toch wel heel veel dingen die ik ook herkende uit relaties. Dat ik echt dacht, wow, ik wist niet dat dit narcisme was, zeg maar. Maar ik dacht, nee, ik vertel het gewoon. Dan, dan heb ik het gewoon gedaan en dan, dan zijn we nu ook klaar. Dan kan ik ook verder. Ja. Maar volgens mij ben jij sowieso een open boek. Ja, ik ben heel dus eerlijk. En jou open, ook maar ja. ook de, de dingen die je net zegt, de ambities die uitspreken. Ik wil mijn bedrijf van vijf, voor, nou, liefst ja. 100 miljoen verkopen. Ja. Uh, heel eerlijk over je liefdesleven. Dus dan is zo'n podcast misschien ook niet uh, zo heel spannend voor jou. Nee, het is niet spannend hoor. Nee, nee. ik ben heel open. Ik moet ja. juist leren om mijn mond te houden. Dat, ja. Kijk, want dan ben ik weer verliefd en dan ga ik weer een Instagram post ja, doen. Ja, ja. Dat moet ik gewoon niet meer doen. Nee. Weet je, want dan, ik moet ook gewoon, en wat het gaf me nu ook heel veel druk. Omdat ik heel erg het gevoel heb dat ik eerlijk moet zijn. En ik ben er ook achter gekomen door mijn podcast hoe dat komt. Maar dat ga ik dus niet vertellen. Dat moet je, daar moet je voor luisteren. Ja, want zeg maar. Faya zoekt de liefde. Nou ja, nee, ik, ik ga dat niet vertellen. Heb ik ook niet in mijn podcast verteld. Okay. Want ik ben met een reïncarnatietherapeut aan de slag gegaan. En dat gaat over mij en waar ik vandaan kom. En daarin was het in één keer duidelijk waarom ik alles vertel. En toen heeft hij gezegd, maar dit ga jij niet vertellen. Want dat wou ik eigenlijk alweer vertellen mijn podcast. Ja, ja, ja. Je moet jezelf soms beschermen. Mm -hmm. Ook voor de media dat en alle slechte voor jou. ogen. En de mensen die je niks gunnen. Een ja. reïncarnatietherapeut klinkt vrij zweverig. Ja, dat was het ook wel. Ja? Ja. Wat, nou ja, het, was, het was eigenlijk niet zo zweverig. Want je, ik het, je moet, je ik, moet eerst allereerst daad... geloven in reïncarnatie, toch? Ja, maar kijk, als je zeg maar alles in het leven in het hier en nu hebt aangepakt dus je hebt de therapieën, je, je hebt plantmedicijnen gedaan, allemaal om je bindingsangst. Hè? Dus je wil van die bindingsangst af. Dus je hebt alles gedaan en je hebt het nog steeds. En je doet de dingen nog steeds. Dan kan je je wel afvragen, zit het niet gewoon in mijn familielijn? Even zonder één keer naast, maar, ja. maar kijk naar die voorouderlijn. Mm -hmm. En als ik dan naar mijn moeder kijk, die deed het. En als ik naar mijn oma kijk, die had het. Snap je? Dus op die vlak ben ik gaan zitten met hem. Ja. Om te kijken van waar komt dit nou vandaan in die familielijn, zeg ja. maar. Ja. ja. En dat heeft, was wel verhelderend. Interessant, ja. ja. Is dat voor jou de grootste inzicht, het grootste inzicht geweest in die hele podcast-aflevering? Nee. Of wat serie? Me, uh, wel een heel mooi inzicht. En waarom ik ook altijd alles wil vertellen eerlijk. Waarom ik zo eerlijk ben eigenlijk. Mm -hmm. Want bij mij is het echt wat je ziet is wat je get Ja. Altijd. En... Um, dat verwacht ik ook terug. En ik hoop dat ik dat ooit mag ontmoeten. Zo iemand. En... Um, het is je gegund. Ja. En... Um, mijn allergrootste inzicht is gekomen dat mijn, toen mijn relatie nu weer vorige maand op de klippen liep, met wat ik zelf doe, dat ik dat patroon heb van. Want in mijn podcast was ik nog heel erg bezig met waarom trek ik mannen aan die niet vertrouwen zijn. En nu dacht ik nee. Mijn broertje zei ooit een keer tegen mij: Va, jij zegt volgens mij gewoon nee, en geen nee. Volgens mij komt er gewoon iemand langs en je Ja, is goed, we gaan het proberen. En dan Ja, dat klopt eigenlijk niet zo. Zegt. Mm -hmm. Ik kan ook gewoon nee zeggen. Ja. En, en, en dan maak ik er een droombeeld van, terwijl ik eigenlijk van binnen al heel erg voel van: ja. het Is hem niet. En die podcast had ook nog een ondernemersgedachte achter? Nee, ik heb er ook geen euro mee verdiend. Het heeft me alleen geld gekost. Okay, ja. Maar ik heb wel 350.000 luisteraars. Um, dus ik had uh, wel zoiets van... Ik ga dus nu nog eentje maken uh, over verslavingen. Een serie? Ja, dus Oké, ja. onderzoeksverslavingen. Okay, ja. Drugs, en maar ook bijvoorbeeld liefdesverslavingen. Alle soorten verslavingen. Telefoonverslavingen. Ik wil gewoon kijken van hoe dat nou zit. En ja. waarom we dat doen. Eetverslavingen. Uh, dus, dus toen dacht ik wel, met die cijfers kan ik best wel een sponsor fixen volgens mij. lijkt me wel, ja. Hoe doen jullie dat? Ja, <laughs> dus daar dan 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 we, dan gaan we zo beneden dan, nog even over praten. Dan, dan moet ik daar misschien nog even in, 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 iets in leren. Ja. Ja. Misschien uh, My dit Killer echt, Buddy. Uh... Uh, ja, mijn eigen sponsor. <laughs> maar, dit doe ik dan echt voor, van, vanuit mijn passie en vanuit ja. liefde en... En interesse. Interesse, ja. Ja. Verslaving, heb je daar veel? Is dat uh, iets ja, waar je ik, veel mee ik, te maken hebt? Ja, ik heb daar ja, ook wel echt mee te maken gehad om me heen, maar ook bij mezelf. Mm -hmm. ben ik, heb ik een haat-liefdesrelatie met alcohol? Wat ja. ik nu op, op een gegeven moment eigenlijk niet meer zo heel erg heb. Maar ik heb wel dat als ik dan wilde. Ontspannen. Laatst dat het uit was gegaan, toen heb ik wel de hele dag in bed bier gedronken. Dat doe ik dan wel. Bier in bed? Ja. <laughs> <laughs> Wat een feest. <laughs> ja, en het voelde ik me echt super zielig. Maar ik gun mezelf dan ook echt maar één dag om me zielig te voelen. En de volgende dag is het ook alweer oké. Okay. Okay, ja. ik, ik ga niet draaien en zelf mee of zo. Nee. Dat dan nee, nu? daar schiet je ook niks mee op. Nee. Maar drink je dan een hele dag bier ja, in bed? Geen bier. mixjes of zo? Nee, ik heb ook niks gegeten die dag, <laughs> alleen maar bier gedronken in bed. Dus ook geen wijn meer, omdat ik me heb laten hypnotiseren. Dat Ik geen wijn meer lust door de Astirostelie. Maar dat zijn allemaal dingen, dan laat je hypnotiseren. Maar eigenlijk moet je dus onderzoeken waarom drink je, weet je wel. Ja. Maar ik heb het nu echt uh, onder ja. controle. Ja. En vroeger was ik wel echt een feestbeest dat ik aan de XC pillen had op feestjes en zo. En dat is ook wel een tijdje. Uh, Overgeslagen naar thuis uh, excessiepillen Maar dat, mm. uh, dat is echt voorbij, die periode. Dat doe ik echt al een hele tijd niet meer. Godzijdank. Nee. nee, Godzijdank. Ja, nee, dat is toch heel triest. Oh, dan, thuis aan de excessie, elke ja, week. Op. Ja, ja nee. dat lijkt me niet heel, nee, heel gezond. Nou, elke week inderdaad. was het niet, maar wel te vaak, <laughs> weet je wel. Maar dat ja, was echt meer in mijn dertiger jaren. Ja, maar op een keer op een feestje is niet zoveel mis. Mee, ik denk zou ik zou het nu echt niet meer doen, excessie. Nee, dat durf ik dan niet meer. Wat vind je eigenlijk van de Nederlandse man? Over het algemeen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ken eigenlijk, denk ik, te weinig mannen of zo. Ik, ik zeg echt, denk ik, tegen de eerste en beste iedere keer ja. En ik. Ja, ze zien er wel goed uit. Nou, ja. Die kunnen in onze zak steken. Ja. <laughs> Door naar de volgende. Ja. Um, ja, je, je benoemde het in het begin al van deze aflevering. Um, waar jij het meest trots op bent. en dat is dat je uh, al oma bent natuurlijk. Ja, oh. Dat is wel bijzonder no op je 42ste al uh, oma. Oh, want jij op je 18 e kreeg jij Irem. Ja. Um, staat ook in de FTM 500. Nog steeds? En nu ook? Zeker, ah, ja, 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 ja. Dus ja. moeder en dochter in de FTM 500. Volgens mij is dat ook een uh, unicum. Oh, wat grappig. Ja, nog 18 jaar wachten en dan. Uh, no, of is uh, ben je? Ben je oma van een jongetje? Jong, ja, van een jongetje. Dan ja. wordt het lastig. Dan tenzij die over, de, mijn opvolger wordt. <laughs> <laughs> um, ja, ja. Hoe, hoe ervaar je dat het oma zijn? Het is echt zijn... zo bijzonder. Dat, dat zegt elke oma, denk ja. ik. Maar nu weet ik gewoon hoe het is. Uh, het is een onvoorwaardelijke liefde. Dat toen ik hem vast had... Dacht meteen, aan jou komt echt helemaal niemand. Nooit niet, weet je wel. Maar nog meer dan bij bij je ja, eigen kind. Ja. Waarom? weet ik niet. Je voelt het veel sterker dan bij je eigen kind. Het komt ook uit je eigen kind. Dus je hebt die liefde ja. voor je eigen kind. En dan nog het meer liefde. Het is een, verdubbelaar, wordt het er is in een gezet. soort verdubbelaar. En ik hou zoveel van dat kind. En ik ben zo gelukkig met hem. En hij is zo perfect ook. Het is de makkelijkste baby van de wereld. Ik denk als een heilbaby was, was ook anders geweest. Maar je legt hem neer en hij ligt. En... Oh, en hij maakt zo'n lieve geluid. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt de gelukkigste oma van de wereld ben. Dat ik er ook flink probeer over te halen om in in Spanje te verhuizen. Ja. <laughs> en anders ga ik echt heen en weer op hoor. Want uh, ja, ik, ik zou niet zonder hem kunnen. En ik, en ik verheug me dan echt op dat hij dan naar Spanje komt. En dat, maar mijn dochter, ik pas op donderdag op. En toen had ik hem vorige keer meegenomen. Toen moest hij thuiswerken. En toen kwam ze om drie uur mijn huis binnen gerend. Ik ga nooit meer alleen thuiswerken zonder Loei. Dus die, die gaat Loei niet zo snel meegeven met mij naar Spanje, denk nee, ik. Want die een paar jaar wachten. Heel erg verliefd. Maar dan zie ik hem echt zo in zo'n tractoretje rijden. Met van die varkentjes. En dan mijn oma lekker met de paarden. Mooi. Komt de ja. romantische beeld weer. Nou. Ja, 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 maar dit is wel een realistisch beeld. Ja, toch? zeker. Heel realistisch. En <laughs> ja, Spanje. Uh, Hoezo wil je naar Spanje? En hoe. Ja, hoe zullen ja. je naar Spanje verhuizen? Um, kan we wel hoezo? een voorstelling Niet eigenlijk. Ik kan we wel een voorstelling bij maken. En... Ja, kijk, weet je wat het is? Het leven is nu. Dat is het. Vooral dat besef kwam op een gegeven moment vorige winter. Toen die paarden achter mijn huis had staan... en door die modder moest sjouwen, dat mijn laarzen in de modder bleven hangen. Toen dacht ik, ik vind het helemaal niet meer leuk, paardenhuis. Van de zomer was het heel leuk. Mm. Maar wat jammer eigenlijk. En, ja. en waarom zou ik pas naar Spanje gaan als ik mijn bedrijf heb verkocht? Terwijl we werken met een team heel veel online. Uh, we, we Fysieke afspraken. Toevallig vorige week met Albert Heijn gezeten, maar dan vlieg ik wel over. Maar dat komt eigenlijk bijna niet meer door. Je doet gewoon in principe alles online. Met, dus ik kan eigenlijk nu naar Spanje. Dus waarom zou ik dan wachten tot ik. Misschien niet meer leef of misschien ja. ziek ben. Of... Ja, ja, ja. Je weet het niet, hoe het leven gaat, mm. weet je wel. En ik, ik merk gewoon heel erg dat het daar veel rustiger is, de temperatuur lekker. Dus toen dacht ik: ja, we gaan het gewoon doen. En ik denk dat het voor mijn zoon ook goed is. Ja. Waarom? Ja, omdat het toch iemand is die het randje altijd opzoekt hier. En uh, ja, het is. Uh, het is een boefie. Ja. ja. En nu zit ze op zo'n boevige leeftijd. Ja, 15 ja. jaar. Ja, het is een uitdaging zonder vader om dat te doen. Ja, dat, ja dat geloof ik zeker. En waar, waar in Spanje, weet je dat al? Nou, we zijn nu, we waren in Malaga gaan kijken, maar vond ik veel te warm en zo. Dus nu gaan we kijken bij Benissa en Denia en die kant van. Ah, uh, ja. Onder Bij Valencia in de Ja. De dus daar gaan we dan volgende maand, eind van de maand, met tweetjes heen, jij en ik. Ja. En dan gaan we wat uh, Vinkas bekijken. Huizen spotten. Ja. Leuk. Ja, het is een mooi nieuw ja. avontuur. Maar hoe ga je dat dan doen met je bedrijf rennen? Want die moeten uiteindelijk toch voor 100 miljoen verkocht gaan worden. Ja, nou ja, ik heb dus een heel goed team aangetrokken. Ja. En daarvan is één de oprichter en inmiddels verkoper van het bedrijf Boon. Dat is B-O-O. En -O dat is een bedrijf dat hij op school is opgezet dat is vegetarische burgers, die is bij mij erbij gekomen. En, en dan hebben we uh, nog iemand die is heel commercieel. Je zou eigenlijk commercieel directeur ergens anders worden. Die, dat ging niet door. Een bepaalde reden. Die is nu bij mij erbij gekomen. Dat zijn mensen. Die zijn zelfsturend. Die kunnen het beter dan dat ik kan. Ik ben op tot een bepaald niveau gekomen met een bepaald team, maar we kwamen niet verder, omdat ik gewoon de kennis niet had. Mm -hmm. Dus ik ben heel dankbaar dat deze twee mensen op mijn pad zijn gekomen. Deze twee mannen. Ja. En dan heb ik nog Jim die is er van vanaf het begin bij We zijn eigenlijk met een team van vier. Uh, erbij. Nee, we hebben een team um, van vier. Ja. En daarnaast hebben we nog een marketingteam van ongeveer vijf, maar dat zijn allemaal zzp'ers, zeg ja, maar. Freelancers. Die zijn ja. niet bij mijn dienst. Um, en ik denk dat, dat het nu juist heel goed kan uh, weggaan met dit sterke team. En ik ben eigenlijk verantwoordelijk alleen nog voor de marketing, en dat kan ik ook vanuit um, Ibi of van Ibiza ja. uit Spanje gewoon uit. Uh, dat is ook Ibiza, of dat is ook Spanje? <laughs> ja, dan kan ik gewoon, ja, maar daar ga ik niet. Kan je nog uit. naartoe? Ja, dan kan je wel met de boot van Delia natuurlijk heel makkelijk ja. naartoe. Ja. 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 Dus ik kan dat wel heel makkelijk aansturen. En ik ga sowieso één keer per maand naar Nederland komen. Mm -hmm. Dus we ja. kunnen ja. podcasts opnemen en dat soort dingen nog doen. Ja. En voor mijn theatertour, natuurlijk, en dat soort dingen. Ja, ja. want uh, ik las ergens dat je sowieso uh, een klein, met een klein team wil werken. En dat ja. je maximaal tien mensen. Ja, daar zitten we nu al aan. Als ja. je de ZZP'ers erbij uh, rekent. En die zijn wel echt ook elke dag voor ons bezig. Hè? Ja. Maar on ontkom je er niet aan als jij. Uh, echt je bedrijf voor 50 à honderd miljoen verkopen dat je ook uh, moet schalen in personeel. Uh, ik denk wel iets meer mm -hmm. dan vier, want we zijn zeg ja. maar vier met operationeel zeg ja. maar. Maar je moet het eigenlijk zo zien. De, tegenwoordig heb je het niet meer allemaal in huis. Dus bijvoorbeeld mijn distributie doe ik niet zelf. Mm -hmm. Het ligt in een opslag, mijn distributiecentrum snap je? Uh, daar werken heel veel mensen niet inpakken. Dus als je die allemaal mee gaat rekenen, ja, dan, dan is het natuurlijk allemaal veel meer. Maar we leven in een tijd dat het niet meer zo ouderwets is dat je op een kantoor zit met allemaal mensen die daar zitten te werken. Dus ik denk niet dat het per se nodig is. Ik denk dat er misschien nog vijf dan in de aankomende drie jaar bijkomen voor versterking, maar ja. meer niet. We moeten gewoon allemaal uh, basisspelers zijn, zeg maar. Ja. Uh, uh, mensen met uh, uh, meer of uh, uh, wat zwaargewichten. Ja, ja, zwaargewichten. En die heb ik er nu bij. En ik ja. had lichtgewichten. En daardoor duurde het allemaal wat langer dan ha ik had gehoopt. En we, we moesten het zelf allemaal uitvinden, het wiel. Hè. Ik wist niks van aan een supermarkt leveren. En nu heb ik zwaargewichten die het hele pad al hebben gedaan. Die ene heeft zijn bedrijf al verkocht. Die weet precies ja. hoe het moet. Ja, top. Weet je? Dat soort mensen heb je nodig. Die heb je echt nodig om je te begeleiden hierin. Je mm -hmm. kan het niet alleen. Ja. Want wat zijn nu de eerstvolgende stappen met je bedrijf? Waar, uh, waar gaat het naartoe? Nou. Um... Uh, we gaan nu eerst de distributie uitbreiden in Nederland. Ja, dus met Albert Heijn heb je nu zo'n deal gemaakt. Ja, maar ook gewoon de superunieleden. Dus alle andere uh, super, supermarkten bij die superunieleden ja. zijn aangesloten. Dus we liggen nu alleen bij Spar en Hoogvliet, maar we moeten nog bij alle andere superunieleden ja, liggen. Oftewel gewoon in alle supermarkten ja. van Nederland komen te liggen. Ja, en dan uh, ook nog eens een keer met de hele collectie. Dus uh, we hebben niet alles overal liggen. Dus dat ja. is eerst nu het plan. Uh, en dan tankstations mm -hmm. en dan zijn we in Nederland helemaal voorzien en dan gaan we een ander land uitkiezen dan per land ja. elke keer ja en uh, wat is nu de meest lucratieve wat is het meest lucratieve onderdeel van jouw business Zeg maar ja, de is dat het voor, is dat, ja, zijn dat de, de, de repen en de, dat soort dingen? De repen doen de hoogste aantallen. Maar ah, ja. de repen was natuurlijk maar 2 euro. Ja. Snap je? Dus uh, de, de maaltijdshakes, de meal shakes, zijn helemaal vegan geworden. Ik, ik ben van cassine afgestapt, wat ik dus had ontwikkeld voor het boek, omdat ik niet tegen de melkindustrie kan. Vind ik heel mm. zielig. Dus eigenlijk zijn wij bijna helemaal vegan, want in de repen zit nog wel uh, 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 ja. melk eiwit. Um, maar die maaltijdshakes zijn dus van erte-eiwitten. Die liggen ook bij Albert Heijn. Die gaan nu ook bij Jumbo en allemaal Die doen het ook heel erg goed. Mm -hmm. Nog niet zoveel aantallen als de repen. Maar ja. ja, een maaltijdshake is weer wat duurder natuurlijk. Dus als je weer gaat kijken naar omzet, doe je daar wel weer meer omzet mee. Ja. Ja. En um, hoe ben je nog bezig met de rest van je platform met blogs maken? Of heb je het idee dat daar alles wel over is gezegd? Of is dat nog steeds in de dagelijks? Worden nou, artikelen geschreven? Nee, er worden niet dagelijks artikelen geschreven. Maar ik ben nu bezig met een... Um, online platform te maken met uh, online uh, programma's. Waarin ik mensen dus ga helpen om te bereiken ja, wat ja, ze ja. willen. Dus dat ben ik nu aan het bouwen. Dat ben ik helemaal aan het maken. En dan doe ik echt mijn lessen erin en wat mij heeft geholpen. Maar ook bijvoorbeeld een specialist op een ander gebied van voeding... die er dan weer bij komt. Mm -hmm. Dus dan heb ik drie programma's allereerst. Waar doe ik ook meditaties in. Want mijn meditaties in de Michael MyCopyLogic app doen het al ontzettend goed. Dus ik dacht, ja, kan ik het ook zelf doen. Uh, maar dat zijn meer meditatieoefeningen om te voelen. En ook uh, het alles te bereiken wat je wil. Visualisatieoefeningen. Dat komt er allemaal in. Manifesteren. Ja, manifesteren. En het duurste programma, die gaat duizend euro wel kosten. Die uh, zit er ook een, een op één coaching met mijn paarden bij. Oké. Okay. Uh, omdat ik paardencoach dan nu ben. Dus daar kan ik er ook niet heel veel van verkopen, want ik heb niet heel veel tijd. Uh, het wordt een soort echt exclusief programma. En daar wil ik me wel echt op focussen. zodat ik niet. Dat ik echt mensen kan helpen om hun doelen ook te gaan behalen. Dus met die theatertour, maar ook met online programma's. Ja. En met die podcast. Dat wordt een beetje dat onderdeel daarvan. Ja, dus ja, ja. ik wil daar meer naartoe gaan. Ja. Dus dan heb ik de reep en de, en de producten en dat. Dus eigenlijk mensen op alle vlakken in hun leven. Helpen een ja. betere versie van zichzelf ja, te worden. Daar word ik gelukkig van. Ja. En dan hoef ik het niet meer te doen met mijn vent. Weet je, want ik heb mijn vent, eigenlijk de mannen die ik in de afgelopen tijd heb gehad, zijn allemaal projecten geweest die ik wilde verbeteren. Als ik heel eerlijk ben. Ja. <laughs> Ja, en dan heb ik geen project meer nodig thuis. Kan ik thuis een echte man creëren? Ja, creëren, nu zeg je het wel weer. Ja. Dan wil je wel weer iemand creëren. Ja. Je moet niet iemand willen creëren. Nee, maar creëren in, de, in de bedoel, ik bedoel, manifesteren daarmee. ja, ja. ja. ja zeg maar dat hij ja. een echte man op mijn pad komt die gewoon gelijkwaardig is. Ja. Mooi, ik hoop dat het uh, allemaal uh, gaat lukken voor nou, je. Als jij dit hoort, mijn zoon, dan zegt hij... Moet je nou weer een man? hebben het gedaan. Zij <laughs> <As laughs> heeft even denkt, doe jij maar even <laughs> rustig aan. Doe jij maar even rustig aan. Waar ben jij het uh, meest trots op wat je hebt bereikt? Als je nu uh, zo naar, je, naar jezelf kijkt. Want uh, vanaf het moment dat je in GTS uh, zat... Tot aan nu zijn we dus uh, 22 jaar ongeveer. Iets langer nog. En is een nodige gebeurd. 21 jaar, Ja. Waar ik het meest trots op ben dat ik altijd mezelf ben gebleven. Geloof ik direct. Ja. Ook door die openheid <laughs> die je ook vandaag uh, laat zien in alle, ja. alle verschillende onderwerpen. Ja. ja, ik sta gewoon voor wie ik ben. Ja, en daar ben ik trots op. Mooi, moet je ook zijn. En ik ben toch benieuwd, Is het, uh, gaat het lukken, je bedrijf voor 50 à 100 miljoen verkopen? Ja. Ja, ja. ja gaat lukken. Alles lukt. Alles lukt. Als je Jouw lukt alles. Kijk, weet je wat het is? Dat is een kwestie van tijd. Mm -hmm. Kijk, misschien lukt het niet in de tijdsbestek dat ik heel graag zou willen. Maar dan, dat zou dan niet lukken omdat mensen zouden zeggen dat is niet realistisch. Hè? Maar wat is realistisch? Mm -hmm. Want als er iemand komt die denkt ik wil die vrouwelijke doelgroep. En voor mijn bedrijf is dat nu op dit moment heel veel waard. Want die heb ik zelf niet. Ja. Dan is het wat de gekker vergeeft. Snap je? Dus het is het, is het momentum weer. Kijk, ja. nu is het absoluut nog niet daar. Maar met dit team... En deze strategie die we nu aan het uitwerken zijn, is er zeker mogelijkheid dat dat binnen vier vijf jaar kan gebeuren. Ja. Mooi. Ja. Super. Um, het, uh, ja, ik hoop dat het allemaal gaat lukken en ja, ik uh, blijf je wel. volgen en uh, laten we nog een keer een aflevering opnemen als, <laughs> als het zo. Is als is ja, dan gaan we vliegen wij naar Spanje toe. <laughs> Heerlijk, lekker in de Iberia ja. zitten lijkt me helemaal helemaal prima. Is goed. Wat is het uh, de slotvraag van deze podcast is altijd dezelfde. Wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen? Uh, dat is dan toch het advies van mijn moeder als kind, wat er heel erg ingeprogrammeerd is. En dat zij zei: alles is mogelijk als je er maar zelf in gelooft. Ja. Niks meer aan toe te voegen. Nee. Laat knoop het in je oren, <laughs> lieve luisteraars. <laughs> ja. um, thanks voor je komst, Het was ja. echt mega leuk en um, Ach, echt nou, heel, heel interessant. Ja, nou dat is goed om te horen, daar doen we het voor. En ook alle luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren. Leuk dat jullie weer intunden. Vergeet ons niet te volgen op alle social media kanalen. Zoals uh, TikTok en Insta op FHM.podcast. En ik check jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering van FM's Vrouwen aan de top. <tiedert> Dankjewel.